In Nederland hebben we een van de beste zorgstelsels in de wereld. Maar we staan wel voor de uitdaging om die zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor alle mensen. In Philips werken we daaraan om innovaties te maken die de tevredenheid van patiënten en zorgprofessionals verhogen en tegelijkertijd de kosten van de zorg te verlagen. Wij hebben als doel om in het jaar 2030 de levens van 3 miljard mensen wereldwijd te verbeteren. Dat doen we door continu aan innovatie te werken die een bijdrage levert aan de gezondheid. In het verleden werden hartoperaties gedaan door de borstkas te openen. Dat noemen we een invasieve procedure. Tegenwoordig kunnen veel procedures gedaan worden door katheters in te brengen via de lies of via de pols. Om dan tijdens een procedure die katheters en de vaten af te kunnen beelden, wordt dit systeem gebruikt. Je kan dus als het ware in de patiënt kijken tijdens de procedure en daarmee kan de arts zien waar hij of zij naar moet navigeren en wat te behandelen. Bij het ontwerp van dit systeem is vooral gekeken naar de gebruikersvriendelijkheid. En daarmee is het zo intuïtief geworden dat de arts meer tijd en aandacht kan hebben voor de patiënt. Alle functionaliteit die de arts nodig heeft tijdens de procedure zijn aan de tafel beschikbaar. Dus de arts hoeft niet langer te vragen aan een medewerker in het ziekenhuis om iets in de controlekamer te doen. Alles is binnen handbereik van de arts. Voor de patiënt heeft het als grote voordelen dat de minimaal invasieve procedures de kans op infectie aanzienlijk lager is. Daarbij is de herstelperiode aanzienlijk korter en kan de patiënt soms op dezelfde dag al naar huis. Alle innovaties bij ons worden in samenwerking gedaan met artsen. Dit platform is ontwikkeld met de input van vele tientallen artsen over de hele wereld. Onze innovatieteams hebben veel procedures bijgewoond en met die inzichten hebben zij het Azurion platform ontwikkeld. En op dit moment hebben wij in ruim 90 landen dit platform geïnstalleerd. Vandaag de dag wordt er elke seconde ergens in de wereld een patiënt geholpen op een van onze systemen. En daarmee zijn we al aardig op weg om ons doel van 2030 te bereiken.